shot. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. We zijn vandaag in Almere waar we iets superleuks gaan doen. We gaan namelijk de nieuwe videoclip van mijn nieuwe nummer Ben Jij Het opnemen. Ik heb er super veel zin in. We zijn nu bij de eerste locatie, bij deze gamehal. Ik heb er super veel zin in, laten we naar binnen gaan, want ik heb het ijskoud. Kom. Oké, we zijn vandaag niet alleen, want het liedje gaat erover dat ik verliefd ben op een meisje. En die hebben we vandaag ook. Ze staat daar, dus laten we gewoon naar moeten komen. Hallo daar! Hoi! Hi, Matje! Ik ben Florien. Hallo! Hoi, ik ben Florien en je kunt mij kennen uit de Eindmusical en Hashtag Forever. En vandaag doe ik mee in de videoclip van Mathieu. En dan ben ik het meisje die jij leuk gaat vinden. En ik misschien hem ook wel. Nou, het is allemaal heel spannend en ik heb er super veel zin in. Nou, dit is dus het meisje waar ik helemaal verliefd op ben. Ben ik zenuwachtig? Denk van nee, kan ik wel. Nee, dat komt allemaal goed, denk ik. Oké. Nou, ik heb er ook heel veel zin in. Gelukkig. En ik wil eigenlijk niet meer wachten, dus laten we beginnen. Het ruikt hier echt ongelooflijk lekker trouwens. Ik weet niet wat het daar ruikt, maar het ruikt een beetje naar snoep en zo. Ik ben in heaven. Oké, nou, we gaan dus nu het allereerste opnemen. Ik sta hier, daar staat Florien. En dan moet ik af en toe heel erg verliefd naar omkijken en zo. Oké, dus ik vind het geluid van deze spellen. En nu moet ik dat proberen om mijn eigen muziek op te doen. Ja. En actie! Oké, maar ik schrok heel even, want deze makker waar ik tegenaan sta, die maakt dus een heel hard geluid, af en toe, om de zoveel tijd en zo. Dus daar schrik ik soms een beetje van, maar ja, we kunnen knippen en plakken. Dus. En zij ook. Dat ik heel stiekem naar haar ga kijken. En zij een beetje naar mij en zo. Dus lekker romantisch doen. Leuk. Ben jij er dan voor mij? Kijk hoe superveel ik heb gewonnen. Dus nu kan ik iets gaan uitzoeken. Maar wat? Dat gaan we even kijken. Hallo. Hey. Ik heb aardig wat gespeeld, dokter. Ja, je hebt het goed gedaan. Doe maar een knuffel. Welke knuffels wil jij hebben eigenlijk? Die roze beer lijkt me wel leuk. Deze? Dankjewel. Ik heb dus de roze beer gekregen en ik ben er echt super blij mee. Ik heb er hard voor gewerkt. En ze zijn lekker aan het auto rijden. Alleen zij pakt er niks van en zij ook niet. Ik ben niet heel slecht mee. Ja, speel jij dan alsjeblieft. Nee. Zoals je misschien kon zien, zijn er een paar mensen bijgekomen. Die ga ik dadelijk aan jullie voorstellen. Maar we gaan nu lekker naar buiten. Dan gaan we nog een scène drijven score mee. Stiekem is wat je even liefde op mij. In gedachten heb ik al 100 keer gezegd,
wat jij doet met mij. Het eerste gedeelte van de clip staat erop en ik heb best wel een beetje trek gekregen. Nou heb ik dus gehoord dat we dadelijk in een restaurant gaan filmen, dus dan hoop ik dat daar wat lekkers te eten is. Kom mee. En ik ben een vriend van Mathieu. Ja, hij is mijn bro. Zijn Matties? Ja, gekke Matties. Ik ken hem letterlijk nu. Ik ben Nio, ik speel in de videoclip van Mathieu. En in mijn vrije tijd doe ik aan freerunnen. Dat is dat je van A naar B gaat om zo mooi mogelijk met allerlei salto's. Ik kan ook wel wat laten zien als jullie willen. Maar wat doe je in de clip? Vertel het eens. Ik ben de vriend van Mathieu en dan gaan we samen hangen, samen spelen. Achter de chick game aan. We gaan samen achter de meiden aan. Ja, met hem er ook nog eens bij. Ja. Stel jij eens even voor. Hoi, ik ben Jaden en ik speel in de clip van Mathieu. En in mijn vrije tijd vind ik het leuk om te dansen. Mijn meestijden zijn popping en hiphop. En popping is niet het makkelijkst om te laten zien, dus ik kan daar een stukje van laten zien. Het gaat erom dat je spieren zo snel mogelijk aanspant achter elkaar, waardoor je dan ja, een effect krijgt wat er ongeveer zo uitziet dan. Ja. In de rol ben ik ook een van de Matties van Mathieu en van Nio natuurlijk. Dit zijn mijn bro's. Hey, dit is de gang. Oké, ik zit hier dus naast de meiden die ook in mijn clip zitten en ze gaan zich even voorstellen. Hoi, ik ben Emma. Nou, we zijn dus nu bij de opnames en het is echt super leuk en we gaan dadelijk schaatsen, dus ik heb er heel veel zin in. Nou, ik ben Emma Keuven en ik doe dus vloggen, ik ben dus een YouTuber en ik vind het vandaag echt super leuk. Het is heel gezellig met de hele cast, de hele crew en Mathieu doet het echt super goed, dus ik vind het heel leuk. En ik speel in de clip een vriendin van Florien en Nicky en Delilah. En ik ben Idaila. Nou, misschien herken je me al van Six Times. Daar zat ik namelijk in van het Senior Song Festival. Until the end of time, we belong together. Sta je hier naast. Ja, ik doe dus aan zingen en dansen en acteren. En ik zit dus op een dansopleiding. Ik doe eigenlijk aan heel veel verschillende dansstijlen. Dus ik doe tapdance, ballet, hip-hop. Street dance, eigenlijk van alles en modern. En ja, zingen doe ik natuurlijk ook heel graag. En ik kan misschien wel een beetje laten zien van mijn ballet skills. Ik ga dit eens gebruiken als een bar. Develope. En dan Grand Ottoman. En sta. Het is wel heel zwaar hoor, maar elke dag trainen. Dan word je wel beter. En ik speel dus ook wat zij speelt eigenlijk. Nou, die kennen jullie wel, Idaila, ja. Toch? Ik ben Nicky en ik speel ook een vriendin van hun allemaal. Ik doe vaak modellenwerk en dat vind ik heel leuk om te doen. Dan doe ik wel veel fotoshoot voor verschillende merken. Ik heb 2 keer in een tijdschrift gestaan. En vandaag is ook wel iets nieuws, een filmpje opnemen, want dat heb ik nog nooit echt gedaan. Ik heb 1 keer gefigureerd in een film, maar ik heb nog nooit zoiets gedaan. Dus dit is ook weer een leuke nieuwe ervaring. Dus het is ook leuk. En ik ben Abby en ik woon in een flat. En samen met mijn vrienden heb ik heel veel pret. Yes. Abby. A. Bo-I. En mijn vrienden is een Hindoe Marokkaans. Ja. Hallo allemaal. We hebben net gegeten en we zijn nu terug aan het lopen. We gaan nu aan het lopen naar de schaatsen, want we gaan schaatsen. Behalve Mathieu en Florien zijn er nog niet, want die gaan eerst op het strand wat filmen. En wij lopen dus al... Oh, daar lopen ze. Wij lopen al met de hele shebang naar de schaatsbaan. En dan gaan we schaatsen en daar shots opnemen en zo. Dus dat is ook super leuk. En we hebben net eens lekker gegeten. Het was heel lekker, maar ik ben niet zo heel goed in eten. Want ik heb geknoeid. Maar dat maakt niet uit, het gebeurt altijd. Ik kan wel een beetje schaatsen. Alleen het is wel lang geleden dat ik heb gedaan. 3 jaar geleden. Dus ik hoop dat het goed gaat. We zullen het zien. Wij hebben gewoon grote voeten. Als hem. Je kan toch niet?
Maar in schaatsen heb ik altijd een groot gemaakt. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Oh, dus links. Het is meer als dat je zeg maar valt, dan staat het gewoon echt vol op beeld. En het is gewoon een beetje beschamend. Maar het maakt niet uit. Nou, ik ben hier dus met deze prachtige Florien. Wij zijn dus nu op deze locatie de eerste shot uit de videoclip aan het draaien. En deze zwanen vinden we allemaal heel leuk. Nee, we vinden ze heel eng. We zijn heel bang dat ze ons gaan bijten, maar dat doet verder niet toe. We gaan nu lekker het shot opnemen. Let's go. Want je gevlicht in mijn hoofd, oh geloof me, ben jij het? Zo moet het bijna zijn. We hebben dus net het shot daar opgenomen met de prachtige zon. Want ze vonden het mooi, ze had mooi op mijn gezicht viel. En dan vond ze het mooi met het licht en de camera en zo. Maar ik vond het vreselijk. Want die zon is zo fel, want ik moet natuurlijk in de camera kijken en dan zit die zon letterlijk daar. En dan gaat het zo in je ogen branden. Maar oké, ik heb het overleefd. We gaan nu in ieder geval iets superleuks doen. We gaan naar de schaatsbaan. Ik heb geen idee hoe dat gaat aflopen, maar dat komt wel goed. Daar is ook weer iedereen. Dus ik kan die ook weer even zien. Niet te missen. We gaan even. Let's go. Ik ben wel blij. Als ik val, dan ben ik pijn. Ja, dat is ik heb gaten. Maar het is wel stevig. Oké, we zijn dus net terug van het soort van strand, mini strandje. We hebben wat shotjes gemaakt, wat loopshotjes en wat shotjes op het strand. Dat was best wel spannend, want wat waren er? Er waren zwanen, ja. Echt superveel. Ja, en ze maakten rare geluiden. Ja. Dus soms dacht ik heel even dat ik aangevallen werd door een zwaan. Ze kwamen ook steeds dichterbij. Ja, het was echt zo, wij een beetje, maar oké, we hebben het overleefd. En ja, we gaan nu de laatste shots opnemen op de schaatsbaan. Dus ik ben heel benieuwd, kan je een beetje schaatsen? Soort van. Top. We gaan het zien. Oké, we gaan het zien. Laten we naar de schaatsbaan gaan. Dit is schaatsbaan, dit bordje. Ja, dit is 30, 40, dat is niet. Nou, bij Jezef, ik heb wel eens gezegd dat je avonturen beleeft bij het Junior Song Festival. Dan heb ik voor het eerst in mijn leven gezongen voor een camera en geschaatst tegelijkertijd. Ging wel oké. Maar ik weet wel waarvoor ik moest trainen nu. Waarom ik conditie moest hebben, ja. Maar het was wel grappig. Ik ben niet gevallen. Ik ben een beetje aan het inkomen om goed te kunnen schaatsen. Maar het is wel leuk, toch? Vinden jullie het leuk? Superleuk. Ja. Oh, dit kan niet. Ja, andere kant doen we aan. Ja, nu kan er weer. En nu komen de jongens weer. Ja, wij gingen dus net de vloertjes draaien met de meiden. Ja, voor de film. En dat ging niet zo heel goed, want nee. We vielen allemaal bijna. De hele tijd. Maar, ja, ik hoop dat het er op beeld wel goed uitziet. De meiden moesten ronddraaien. We moesten met Tjeu in de kring... ja, botsen zeg maar. En toen moest ik de muts afpakken van Emma. Okay. We moesten een paar keer over doen, want Neo die deed weer een beetje fout. Maar ja, voor de rest, ja, het ging best wel snel van die dag. Als we eenmaal vallen, vallen we allemaal. Zullen we allemaal vallen? Ja, met jij moet vallen. Laten we maar. Wil je dat we vallen? Nee, nee. Maar nu gaat het echt omheen. Oh shit. Ben jij het dan voor mij? Het is goed! Als allereerst, wat vonden jullie ervan? Leuk. Vonden jullie het een leuke dan? Ja. Oké, wat vonden jullie het leukst? Even lekker. Dat ze met jou. Nee.
Het gamen vond ik leuk. Het gamen. Ik vond het schaatsen. Ja, okay. Maar we waren niet bij op het strand. Hoe was je romantische scène? Heb je nog gekust? Ja, weet je, willen jullie dat nou weten en willen jullie dat weten, dan moet je natuurlijk de videoclip checken. Vond je deze video nou leuk om een kijkje te nemen achter de schermen hoe het nou is bij mijn videoclip? Doe dan een blauw duimpje omhoog en dan zie ik jullie in de volgende video. Doei! Doei! We'll be right back.